De derde ronde, 4 foto's op rij, 1 hoort daar niet bij. Oftewel, wie is de liftmonteur tussen de eindeloos binnenzittende bejaarden? 4 keer klein en groot. Ene mevrouw de Carvalho Heineken. Baby TV. 20.000 olifanten. En ene Russ Cook. Nou, wat hoort er niet bij? Wie hoort er niet bij? Ze heeft een indoor golfbaan laten aanleggen, die mevrouw Heineken. Toch? Oh, is dat zo? Ja, dat is zoiets las ik. Dus ze heeft zichzelf heel veel dividenden uitgekeerd. En dan heeft ze een indoor golfbaan van laten aanleggen. En ze is enorm belasting aan het ontduiken. Ja. Dat heb ik wel gezien. Dat heeft Rob Tripp me verteld. Ja. Hij die met die rode baard, die heeft ook soort van gefraudeerd. Want hij is de eerste persoon die de hele lengte van Afrika heeft gerend. Aha. Maar hij was helemaal niet de eerste persoon. Nee, dat bleek. Hij was niet de eerste. De derde of zo. Ja. Ik zie wel een soort Afrika-thema. Ja. Zeg maar, die olifanten. 20 jaar, dat zijn die in Senegal. Ja. Botswana. Oh ja, Botswana. Die Botswana-regering had gezegd, we gaan die afschieten. En wat Duitsland tegen protesteert, die zei, jullie doen dat gewoon geld in aan de jacht. Dus toen zei die president, oké, dan stuur ik wel 20.000 olifanten naar Duitsland, als jullie er zoveel moeite mee hebben. Ja. Waarvan ik dacht, kunnen wij ze niet overnemen om de wolf weg te jagen? 20.000 olifanten. En dan beginnen we in de buurt van Staphorst. Nou ja, nou, of wat dacht je? Of het kroondomein het Loo. Dat als Willem Alexander toch graag wil jagen, hier, 20.000 olifanten werken voor je geld. Ga maar eens even aan de bak. Nee, het lag iets subtieler. Er gaan heel veel Duitsers naar Botswana om olifanten af te schieten. Ja. En Duitsland wil niet meer dat ze die jachttrofeeën meenemen naar Duitsland. Dus er is een invoerverbod. En dat is een grote bron van inkomsten voor dat land. Ja, voor Botswana. Hele zieke industrie. En, ja, god. Maar en rechtsboven is die baby-tv, dat is gehackt door Rusland. Ja, er is op een gegeven moment een soort van promo of zo uitgezonden op die zender. Toch? Mm-hmm. Met Russische promo. Zo la. Doodeng. Dat was, oh mijn god, dat was ook heel eng. Wat? Dit. Ja, ik ben... Mijn god, ik slaap niet meer vanavond. Ik ben ook gehackt door Russen. Echt waar. Nee, maar ik zag dit dus inderdaad ook voorbij komen. Maar ik snap nog even niet het verband dan. Nee, maar dat is wat we nu moeten... Nee, maar even, dat nemen we dan klakkeloos aan. Baby TV is gehackt door Rusland. Wat is dat, lange termijn beïnvloeding van de Europese jeugd? Dus er is beïnvloeding van Rusland. Aha. En er is beïnvloeding van het belastingssysteem door de familie van deze mevrouw. Ja. En de mensen om haar heen. Maar het is toch heel... Ja. Wat ik niet snap, het is een deal geweest met de Belastingdienst. Dat ik wil weten, waar zit dat loket bij de Belastingdienst? Waar je een deal kan sluiten. En hoezo zou de Belastingdienst ooit akkoord gaan met minder belasting? Wat is dat voor... Nou, doet de Belastingdienst toch heel vaak ook met buitenlandse bedrijven? Maar is er dan niet gewoon iemand zich gewoon heel gestoord omgekocht of zo? Ja, nee, maar dit kan allemaal gewoon, toch? Jongens, je kunt gewoon een deal maken met de Belastingdienst, maar je moet dan dat hele keuzemenu afluisteren. Dus, mensen drukken veel te snel. Alleen als je maar blijft luisteren naar een uur, zeggen ze, als u een deal wil maken, moet dan 632. Zo, jongen. Maar, en dan door. We waren bij... Mevrouw Heijn. Wat wil je zeggen? Het gaat over liegen dan toch? Over liegen en bedriegen. Mm. Ja, of met de regels spelen. ik dacht afmaken. Dus die olifanten worden afgemaakt. Ja. Ja. De tocht is afgemaakt. Mm-hmm. Gaat het over wegkomen met dingen? Zij komt ermee weg. Ja. Ja. Hij komt ermee weg, denk ik. Ja. Ja, de hackers komen ermee weg. En de olifanten die komen niet meer weg. Die worden afgeschoten. Ja. Ja, maar is daar iets over bekend hoe ze die 20.000 olifanten hadden willen transporteren? Naar Duitsland. Je zal er maar naast zitten in het vliegtuig. Ja. Nou, gezellig toch? daar heeft niemand het over. Dan ga je nootjes. Hè? Ja. Zal ik het codewoord spreken? Het was niet wegkomen, maar het was omweg. Wie wil de punt? Omweg. Het gaat over omweg. Ja. zij doet via een omweg belastingontduiking. Ja. Hij is via een omweg. Gigantische omweg. Ja, want degene die het record hiervoor had, of die het record, die het ook had gedaan, die had een veel kortere route. Duizenden kilometers kortere route. Precies. Ja.
Via een omweg komt Rusland tot onze baby's. Ja. Alleen de olifanten in Botswana blijven gewoon lekker waar ze zijn. Ja, was goed. 3 van de 4 zorgen voor een omweg. Hoe kom je erop? Charlène Carvalho Heineken ontwijkt via een omweg onze belastingdienst. Deze rijkste Nederlander, goed voor 16 miljard... ontloopt elk jaar 30 miljoen belasting via Luxemburg en Jersey. Hackers zijn er via een opvallende omweg in geslaagd om onze samenleving te beïnvloeden. Namelijk door in te breken op de zender Baby TV. Plotseling werd er een Russisch propagandafilmpje met daarin president Poetin vertoond. En Russ Cook, zo heet die Britse ultra-hardloper, die eindigde zondag zijn tocht van Zuid-Afrika naar Tunesië. Hij liep niet in een rechte lijn, maar met een omweg via de Afrikaanse westkust. Hij liep 352 dagen achter elkaar, elke dag meer dan een marathon. Hij overleefde onder meer berovingen, voedselvergiftigingen en een ontvoering. En 20.000 olifanten uit Botswana horen er niet bij. De president van Botswana dreigt de dieren namelijk zonder enige omweg naar Duitsland te sturen vanwege een politiek conflict tussen beide landen. Duitsland wil de import van jachttrofeeën uit Botswana aan banden leggen, terwijl dat een hele lucratieve handel is voor dat land. De Duitse jagers hebben al enthousiast gereageerd op de komst van de olifanten. Hier zie je ze das. Ik vind het altijd een beetje makkelijk om rijke mensen aan te vallen omdat ze veel geld hebben. Vergeet niet dat mevrouw Carvalho Heineken hier keihard voor heeft geërfd. Ja. Mevrouw Carvalho Heineken noemt de financiële constructie om in Nederland geen belasting te betalen de Heineken 0.0. Ja. Tijdens een programma van Baby TV werd ineens een Russisch propagandafilmpje vertoond. Echt schandalig. Net op het moment dat ik echt zat te genieten, al dus pedofiel Jopie de Vries. Je weet dat hij Stijn de Vries heet, hè? Dat is ook zo. Ik dacht, ik zeg niks. Laat me mijn water drinken. Ik zeg niks. Maar... Ja, je familie in de Jopie-sfeer? Ja, ik mag hopen van niet. Yo, voelde jij die vibe van die video? Wil je meer van dit soort dikke content zien? Geef een like en abonneer, dan krijg je meer.